Is het nog steeds spannend om het elk jaar weer te organiseren? Of om elke maand, twee keer per maand, nog een aantal DJ-acts voor elkaar te krijgen? Nou, voor mij wel, want je blijft elke keer toch in de meeste gevallen met nieuwe namen werken. En het is elke keer weer spannend om te kijken of mensen, ja, wat ze ervan vinden, weet je wel. Ik zit in de platenwinkels dan te luisteren naar nieuwe platen en artiesten. En dan krijg ik opeens iedereen van, hé, laat ik die eens boeken. En als het dan goed valt, dat geeft nog steeds dezelfde kick als 10 jaar geleden. Ja. Bestaat jouw leven alleen maar uit muziek luisteren, draaien en daarmee bezig zijn? Nou, ik durf wel te zeggen voor 80-90%, ja. Vind je niet veel te vroeg? Normaal een Door een Roosjeavond of een Planet Roosavond ergens een keertje om 12 uur 's nachts dat het een beetje vol loopt? Nou, ik vind het op zich wel perfect om gewoon met wat andere dingen uit te proberen. Zoals in Door een Roosje probeer je ook zoveel mogelijk variatie erin te houden. En nu het feit dat je overdag wat doet, betekent dat je ook het weer in een andere hoek kan zoeken. En dat het een heel andere manier van ermee omgaan. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hoop je ook op een ander publiek? En daar hoop ik zeker op, juist omdat het overdag is en er ook veel jonge mensen rondlopen, maar ook oudere mensen die normaal gesproken nooit in contact komen met elektronische muziek. En misschien kijken ze daarna te anders tegenaan. Is het nou anders om zoiets voor zo'n festival te organiseren dan gewoon in huis Roos voor jullie zelf? Ja, nee. Ja, de setting, zoals we, het is buiten, het is overdag. Daar hou je wel rekening mee met wat je neerzet, dat het niet te heftig is bijvoorbeeld of te moeilijk. En er komen heel veel andere mensen, normaal gesproken in Door een Roosje komen mensen gewoon voor de muziek en die weten min of meer al wat ze krijgen. En hier sta je voor ook weer een heel ander publiek te programmeren. Dat maakt het wel anders, maar andere, ja, de live acts, DJ's, dat soort dingen, dat blijft allemaal wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Hoe je dat aanpakt met de productie en zo. Ja. Hoe is jouw lijst aan DJ's die je hier nog in Nederland kwijt kan? Ik heb geen idee, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Wat zijn namen die je nog heel graag wil hebben? Ja, mensen die ik bijvoorbeeld graag terug zou willen zien. James Holden, omdat hij vorig jaar echt de tent helemaal op zijn kop heeft gezet. En in die scene van Donato, die vanavond gaat optreden, zitten ook een aantal producers die ik wel heel graag een keertje in Roosje zou willen zien. Zoals Modern Heads en Giorgio Gigli en Brando Lupi. The set for tonight, what did you arrange? Basically nothing. It's like I just collected the records I wanted to listen to. I don't know in what way I'm going to play them, because it's always improvisation. And I thought just to a mood. I didn't know the place, I didn't know the audience, nothing. Just that I was really excited to come and play in Holland. So I just prepared something that was making me happy, choosing the records, you know. That's the way you always work? Yeah. I mean, always like this. It's I go for, how to say, episodes. Like, okay, today I feel green and I choose the green records. You know, today I feel blue and it's like... Okay, and now with the atmosphere around, is it, what color will it be today? Something between blue and green. No. Okay. Nou, is Donato is vanavond voor het eerst hier in Nederland. Ben je daar trots op? Ja, daar ben ik zeker wel een beetje trots op. Ik heb via Benny, een vriend van mij, heb ik hem ontdekt. En ik was gewoon vanaf het eerste moment gewoon helemaal weggeblazen over wat hij aan muziek maakt. En ik zat heel de hele tijd te worstelen met hoe ik hem, omdat niemand hem in Nederland nog echt kent, hoe ik, wat voor settingen ik hem het beste zou kunnen presenteren. En toen de Valkhof er weer aankwam en ik en Robert, mijn collega van Roos, zaten te praten van, hey, wat gaan we doen op de donderdag? Toen had ik ineens van, hey, dat is wel een heel mooi moment om Donato hierheen proberen te halen. En gelukkig had hij daar wel zin in, dus ik ben heel benieuwd hoe het valt. En dan hoop ik hem in het najaar gewoon meteen door Roosje neer te zetten. Ja.